In deze video wil ik iets vertellen over angst en hoe normaal het is dat we dit voelen in deze tijd. Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat niemand onder ons eigenlijk dit ooit heeft meegemaakt. Wat dit virus teweeg brengt, sociaal, de impact op ons dagelijkse leven, onze gewone functioneren, is gigantisch. Normaal gezien zijn wij in staat om te functioneren, omdat wij heel wat dingen kunnen doen zonder er zelfs te hoeven bij nadenken. We gaan naar ons werk, we zorgen voor onze kinderen, we brengen ze naar school, we doen wat we te doen hebben, we gaan sporten, we spreken af met mensen. En we zetten daar eigenlijk heel veel dingen voor in zonder dat we daar bewust van zijn. Sommige mensen houden ervan om hard te werken, sommige mensen zorgen graag voor anderen, sommige willen dingen zo goed mogelijk proberen te doen. We hebben eigenlijk allemaal stukjes die we daarvoor inzetten en die vandaag eigenlijk onder druk komen te staan. Ja. Omdat we die gewone dingen die we vanzelf en automatisch doen, niet meer kunnen doen. Ik wil dan misschien nog wel heel erg mijn best doen om van alles te doen voor mijn werk, maar het lukt niet. De kinderen zijn thuis. Of ik kan een deel van mijn taken gewoon niet meer uitvoeren, want ik heb daar materiaal voor nodig of collega's voor nodig. En dat lukt niet als ik dat thuis moet doen. Ja. Je bent misschien gewoon om dingen tot in detail af te werken. En ook dat lukt niet. Je merkt dat je niet goed meer kan concentreren, dat er zoveel op je afkomt, dat het lastig is om het allemaal nog te doen zoals je dat normaal gezien deed. Hè. Misschien was je wel iemand die heel graag zorg droeg, hè, die naar mensen toe ging, die graag gesprekken heeft met mensen, die daarvan geniet, die dat ook nodig heeft om mensen om zich heen te voelen, om mensen aan te raken, om geknuffeld te worden, om iemand te mogen knuffelen, al die dingen. Dus het is eigenlijk ontzettend welke gewone handelingen, gewone gedragingen die wij stellen, die nu onmogelijk geworden zijn. Zoveel van die dingen zijn nu onmogelijk of veel moeilijker geworden. Al die dingen die we tot nu toe deden, die hielden ons op een bepaalde manier ook veilig in de wereld. Als ik hard werk, als ik goed zorg kan dragen, als ik zorg dat mijn huishouden goed draait, als mijn kinderen tevreden zijn, al die dingen, ja, zorgen ervoor dat ik een competent gevoel heb, dat ik het idee heb dat ik dingen aan kan. En dat ik dus eigenlijk een zekere veiligheid ervaar in de wereld. Ik heb controle op dingen, ik heb houvast, ik maak plannen, ik weet wat ik wil doen vandaag en dat geeft een gevoel van rust. Het is dus volstrekt logisch, maar echt volstrekt logisch, dat geldt ook voor mij, ja, dat met het wegvallen van al die normale mechanismes we heel onrustig worden. Ja. Dat we soms de neiging hebben om nog meer te willen doen van wat we al deden. Ja. En ons nog meer willen focussen op een taak en die zo goed mogelijk proberen te doen. Ja. Dat we vanuit die onrust willen handelen. Ja. Willen zorgen dat we genoeg eten in huis hebben. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mijzelf er deze week op betrapte dat ik in plaats van één pak spaghetti, wat ik normaal gezien doe, mij heel erg moest inhouden om er geen drie in mijn kar te leggen. Ja. Ik moest me echt bedwingen om dat te doen. Ja. Waarom? Er is iemand in mij die door drie pakken spaghetti in mijn kar te leggen, mij een gevoel zou geven van enige rust. Zo van, oké, drie pakken spaghetti, we zijn met twee thuis, dat wil zeggen dat ik nog 6 keer pasta kan maken in de volgende weken. Dat kunnen we dus al. Ja. Dus er is die stem in mij die denkt, als we het zo en zo doen, dan heb ik terug rust, dan heb ik terug impact en controle over de volgende weken. Ja. Dus ook dat is logisch. En ik snap, en natuurlijk, moeten we dat proberen met z'n allen te bedwingen, maar het helpt mij wel om tegen mezelf te zeggen van ja, natuurlijk is er onrust. Natuurlijk wil ik die drie pakken spaghetti in mijn kar gooien. Dat zou mij eventjes voor 2 minuten een geruster gevoel geven. Als ik dat niet doe en ik leg er maar 1 in mijn kar, dan weet ik dat ik eigenlijk een beetje meer werk te doen heb van binnen om mezelf te kalmeren en te zeggen, maar Marijke, de winkels zijn morgen ook open, alles is in orde, je kan terugkomen. Je kan ook andere dingen kopen, je koopt iets van dit, je koopt 1 stuk van dat, dan heb je ook voor de volgende dagen een beetje eten. Prima om dat zo te doen. Ja. Dus het vergt iets van ons om onszelf in kalmte en in rust te houden. Ja. Dus die gevoelens van onrust, angst, soms een beetje paniek, zijn
heel logisch. En ik denk het allerbelangrijkste is dat je begint met tegen jezelf te zeggen, dit is een normale reactie op een abnormale situatie. Want dat is echt wat het is, een zeer abnormale situatie, waarin we nu ons met ons allen bevinden. Waarin we manieren zoeken om daarmee om te gaan, met vallen en opstaan. Het ene moment lukt het beter dan het andere. De ene dag is de andere niet. Als de zon schijnt, gaat het misschien net iets meer dan als het gaat regenen. Ja. Dus we zijn op dit moment heel kwetsbaar, heel sensitief voor alle veranderingen, voor alle nieuws dat naar ons toe komt en dat naar ons toe blijft komen. Ook dan is het belangrijk dat je ervoor oppast dat het nieuws niet continu naar je toe kan komen, want het zal je prikkelen, het zal je overprikkelen, het zal je onrust geven. En op dit moment is het echt zoeken naar manieren om te gaan met deze onrust. En daarom wil ik een aantal filmpjes online zetten om je te helpen, om wat inspiratie op te doen, om af en toe eens te kunnen naar luisteren, om iedere keer weer opnieuw te beseffen, ik ben onrustig en dat is normaal. Het is een normale reactie in een abnormale situatie. En ik kan proberen, ook dan, met vallen en opstaan, proberen om een beetje zorg te dragen voor dat onrustige gevoel in mij.